Goedemorgen. Even wachten, muziekje opzetten. Kijken of de mensen mee willen trainen. En dan gaan we beginnen. Zo. Muziekje erbij. Kijk. Heel wat mensen. Goedemorgen, goedemorgen. Gezellig, jongens. Weer. Nog heel even wachten tot er meer mensen zijn. Tot ik er zin in heb. Deze week mogen jullie zelfs 3 keer van mij genieten. 3 trainingen. Vandaag is de eerste. Kijken of het wat wordt. Dan kun je ook nog meedoen. Goedemorgen, Remy. Kijk. Veel mensen kijken mee. Heel goed. Iedereen een lekker weekend gehad? Lekker meegetraind met de anderen? Kijk. Nou, er zijn heel wat mensen. We gaan lekker beginnen. Zoals gewoonlijk gaan we lekker beginnen met stretches. Dan gaan we even de hartslag omhoog krijgen, iets meer cardio. Dan gaan we door naar de supersetjes. Laten we wat variaties zien die je thuis kan doen, waar je geen gym bij nodig hebt, zodat je daar een beetje mee kan spelen. En dan gaan we afronden met een finisher. Op elk moment, doe het op je eigen niveau. Ik zal verschillende niveaus uitleggen. Ja, schrik niet als het te zwaar is. Als het te licht is, meld het ook even. Dan kan ik even wat anders verzinnen. Doe het op je eigen tempo. Heb je even net wat langer rust nodig? Neem dat gewoon. Anders doe het lekker met mij mee. Maar we beginnen lekker rustig met rekken. Heerlijk in de ochtend. We beginnen weer gewoon met een sidestep vanaf hier. Voel je die stretchen aan de binnenkant. Hand helemaal recht. En dan ga je. Doen we 5 keer per been. 2. Blijf rechtop. Als je me vanaf hier zit, ga dan niet die kant op. 3. Lekker rechtop. 3. Ah. 4. 5. Andere been. Arm gestrekt. Borst omhoog. 2. De helft van je workout is de glijden die je maakt, hè? 3. 4. 5. Zo. Even zitten. Even stretchen. Gaan we door naar een hip flexor stretch. Dus je staat 1 been voor. Andere op je knie. En je gaat lekker naar voren. Je knijpt je bilspier aan. En dan hoor je hem aan de voorkant van je achterste been te voelen. Dus je hip flexen. Ga naar voren en dan ga je weer naar achteren. Dus eerste, 1. Span je bilspier aan. En weer naar achteren. 2. 3. 4. 5. Zo. Andere kant. Zo, dat is een super twist. Lijkt net of ik lenig ben. 2. Blijf die bilspier aanspannen. 3. 4. Zo. 5. Zo, even lekker simpel. Even lekker losgooien. Oké. Hoi Debbie. Gezellig, iedereen meedoen. Oké, we gaan even de hartslag omhoog krijgen. Even kijken, we gaan gewoon eerst even activatie. We gaan een bird dog doen. Dus voor de core. Het ziet er zo uit, je gaat om all fours.
één hand, je hebt bijvoorbeeld je linkerhand gaat naar voren, terwijl je rechterbeen naar voren, dus kruislinks. En zorg ervoor dat je niet zo ver gaat. Zie die holle rug? Dat willen we niet hebben. Dus je gaat zo ver je kan, zonder dat je die arch gaat maken met je rug. En je beweegt lekker langzaam, spanning op je core. En dan ga je terug, raak je aan. Hier. Wat wil je hebben? Je wil die core aanspannen. Je wil die navel naar je ruggengraat krijgen. Voor voldoende activatie. Wil je nou meteen al ietsje extremer? Dan heb je een foamroller bijvoorbeeld. Foamroller. Doe met de knie van je been dat stil blijft staan. En dan wordt hij al een stukje lastiger. Dan moet je je core echt goed aanspannen om niet alle kanten op te laten bewegen. Heb je nou geen foamroller, maar wil je het wel zwaarder maken? Doe je in plaats van hier. Ketchy. Knieën van de grond. En dan, ja, je mag het zo doen. Ik vind het fijner om even aan te tikken. En dan weer terug. Langzaam bewegen. Als je knieën van de grond hebt, wordt die lever die wordt groter en wordt het net even lastiger. Dus kies je variatie en dan gaan we lekker beginnen. Ik pak de foamroller erbij. Hier. 5 keer per kant. Het is gewoon een warming up, hè? Oké, okay, let's go. 1. Span die core aan. Langzaam bewegen. 2. 3. 4. En 5. Andere kant. Oh, verder. Zo. 1. Core aanspannen. Geen beweging in die rug. 2. 3. 4. 5. Alright. Dat was even core activatie. Gaan door naar gewone squats. Heel simpel. Air squats is nog steeds om warm te worden. 1. Maar je gaat niet. Ja, je mag lekker air squats doen. Is dat te makkelijk voor je? Omhoog. 1 been omhoog. Zakken. Andere been omhoog. En vind je dat echt nog te makkelijk? Wil je een beetje extra uitdaging? Omhoog. Voorwaartse trap. Ziet er zo uit. Knie omhoog. En je strekt gewoon je been uit. Trap met de bal van je teen. Gewoon even een variatie om het net wat lastiger te maken. 1. 2. Doen we in totaal 20 keer. Dus of gewoon die air squat, of squat en knie omhoog, of squat en voorwaartse trap. 20 keer. Komt ie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tien. Drie. Vier. Vijf. Zes. Acht. Ik hoop dat ik geen berichtjes krijg met iemand. Mensen die op de grond zijn gevallen. Nog warming up, hè? Dat mag later pas. Dat was hem. Die voorwaartse trap vindt mijn tv geen goed idee. Ja, dat moet je met je tv uitvechten. Misschien letterlijk. Je mag best knieën. Iedereen warm? Wacht, gaan we zo door naar de superset.
En we beginnen weer lekker met een push superset. Even wapperen ondertussen, is iedereen. Lekker wapperen. We beginnen met push-ups, gewoon 10 push-ups of 8 tot 12. Is dat makkelijk voor je? Hè? Kan je makkelijk 20, 30 push-ups? Dan gaan we lekker variatie inbrengen. Dus of je hebt gewoon die 8 tot 12 push-ups. Push-ups, simpel. Of je begint. Hè? Je begint altijd even iets verder. Zo push-ups, hè? Nooit die T. Altijd hier. Is het nou te makkelijk? Doe je iets meer naar je waistline? Is dat nog te makkelijk? 8 tot 12 keer. Doe je eerst een gewone push-up. Dan leun je naar voren. En doe je die waistline push-up. En dan ga je weer terug. En dat is dan één herhaling. Kijken of we dat kunnen. Ja, dus of die gewone push-up. Of push-up naar de waistline. Of een combinatie daarvan. Daarna gaan we even 30 seconden high planken. Lekker hier. Is dat te makkelijk voor je, dan mag je of leunen naar voren, net zoals de vorige keer. Of je tikt even om de beurt je schouder aan. Heb je even extra schouders, extra core. En dan maken we een lekker zware training van. Goed drinken, hè? Nou ja, is dat duidelijk voor iedereen? Dan gaan we zo beginnen. Is het niet duidelijk? Vraag even. Kan je een van de variaties, of kan je de variaties niet? Past het niet bij je? Wil je het zwaarder maken? Wil je het lichter maken? Stuur even een berichtje. Gaan beginnen. Dus 8 tot 12 herhalingen. Push-up of waistline push-up. Of een combinatie daarvan. En dan gaan we naar die high plank. Gaan we 3 keer in totaal doen. Natuurlijk rust ertussen. En we zien wel waar het schip staat. Ja, succes! Komt ie, ben ik in beeld? Ik ga voor de combinatie, kijk hoe ver ik dat voorhaal. Ja, gaat ie. 1. Oh, meteen een bankje in mijn gezicht. Goed uitgemaakt. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Oké. Wapperen, ging door naar high plank. Staat of hier, of je gaat wat naar voren, of je tikt aan. Nee. Nou, ongeveer 15. Ik weet, tellen is altijd lastig bij mij. Vijfentwintig ongeveer. Zo, even rust. Zijn we weer. Hoe is die? Steeds te makkelijk, te moeilijk. Raar. Leuk. Dat mag ook, hè? Even een minuutje rust. Hier en hier. Lekker. Het is goed, hè, zo de week beginnen met bedhaar. Ik zie allemaal duimpjes, leuke variaties. Top, dankjewel. Ik hoop dat ze werken voor je. En dat is ronde 1. Is het een probleem als ik die push-up sneller doe dan? Dan jouw tempo. Als je alleen push-ups doet, het ligt een beetje aan je doel. Maar in algemeen, als je die gewone push-ups doet, probeer ongeveer, als dat lukt, 2 seconden naar beneden, 2 seconden omhoog.
dan ga je iets meer voor de... Dan is het hoofdeffect iets meer spiergroei. En anders wordt het wat explosiviteit. Als je dat wilt trainen, mag je ook. Maar hou het tempo dus ietsje rustiger. En dan... Mag. Maar het hoeft niet. Is dat een beetje duidelijk? Top Marleen. Probeer maar. Als het heel zwaar is, mag je ze natuurlijk wel wat sneller doen. Maar probeer het dus ietsje rustiger te doen. Nou, als je die dubbele doet, dan mag je wel wat sneller. Want je doet dubbele reps. Maar kies wat bij jou past. Ja? Gaan we verder. Geen bank in mijn gezicht? Nee. Komt ie weer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Verwapperen en komt die high plank weer. Of taps, of je leunt iets naar voren. Tien. Twintig, ongeveer. 30. En weer wachten. Zo. Dat was ronde 2. Verslok je weer. Lekker. Weer even ademen. Even rust. Zondes herdenken. Dan heb je weer genoeg energie om zo verder te gaan. Hoe zijn dit soort supersets in plaats van duwoefening, trekoefening, 2 keer hetzelfde, maar dan net anders? Feedback is altijd welkom. Ik vind het altijd lekker. Brand je ze net wat langer uit. Als je andere effecten wil, kan je natuurlijk een beetje mee spelen hoe je die supersets wilt. Daarom hebben we alle trainers die steeds wat anders doen. Hartstikke leuk. Ik vind het prima. Gelukkig maar. Anders had ik moeten improviseren. Ja, gaan zo lekker door naar de laatste set. Ook lekker zwaar. Ik moet nog even mijn armen wapperen. Laatste keer. En dan gaan we verder. Let's go. Altijd eerste check. Dat je geen bank in je gezicht krijgt, hè. Komt u weer 10 keer. 8 pauzes. Yes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. Laatste. Lekker wapperen. En dan komt die plank weer. Of tikken, of leunen, of gewoon. Tien. 20. 30. Zo. Dat was de eerste. Hoe vaak doen jullie dit live? Elke dag. We hebben een rooster op de Personal Body Plan Instagram. We hebben elke dag een live training.
En mochten we geen technische difficulties hebben, dan staan ze altijd ook nog tussen de posts. Dus dan kan je ook nog de training later doen als je wil. Dus nul excuses om mij niet te trainen. Fijn, hè? Even ademen. Lekker. Oh, daar gaan we weer. Prachtig. Dat is wat we willen zien, hè? Zo, we gaan zo verder met een pull superset. We hebben een hele normale oefening erbij, gewoon de bend over row. Dus pak je zware gewicht erbij. Pak je boekentas vast. Ga rechtop staan. Hier. Beetje naar voren buigen. Rug is recht. Pak je tas, dumbbells of resistance band en die trek je naar je toe. Hou je even vast, knijp je schouderbladen samen. Rustig laten zakken. Ook 8 of 12 keer. Nou, die kennen de meesten wel. Dan gaan we even spelen met een variatie. De pull exercises zijn het moeilijkst om thuis te doen, zeker als je geen materiaal hebt. En met die dumbbells kan je alle pulls doen die je wil. Heb je dat niet? En dan wordt het even net lastiger. Dus na deze gaan we met de rug op de grond liggen. Dit ligt op de grond. Wat we gaan doen is die ellebogen de grond induwen. Zodat je je bovenlichaam omhoog duwt. Zoveel mogelijk. Ja. Is dat heel zwaar voor je rug, dan kan je je buikspier een beetje helpen. Ben je nou heel sterk, dan is al je gewicht dus op die armen. Die omhoog duwen. Dus dat ziet er ongeveer zo uit. Ik heb dit op de grond. Benen mogen gewoon als crunches. Hier. En ik duw mijn bovenlichaam omhoog. En dat hou ik even 10 seconden vast. Spanning eraf. En dan ga ik verder. En doe in totaal 30 seconden. Dus even kijken of we daarmee de rug een beetje kunnen burnen. Ja? Dus het is de bend over row. En dan het afduwen. Vasthouden. Weer 2. Ja? Ik zal hem even laten zien met de resistance band. Die kan je ook op 2 manieren doen. Resistance band. Je kan er of meteen hierin staan. Ik vind het zelf lekker om hem dan nog te kruisen. Kun je hem naar je toe trekken. Van de zijkant dit. Je wilt het nou zwaarder maken. Dan vouw je hem dubbel. En dan ga je erop staan. En dan heb je net wat meer weerstand. Weer van de 4 hetzelfde. Boom. Ja? Dus. Is aan jou wat je wil doen. Maak het zwaar voor jezelf. Deze doen we 8 tot 12 herhalingen. Volgende doen we 3 keer 10 seconden. Ja? Gaan we. Netjes op staan. Komt-ie. Rug recht. 1. Knijpen, rustig terug. 2. 3. 4. Knijp die schouderbladen samen, hè? 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Rustig terug, hè? Anders is het 9,5. Oké. Op de grond liggen. Zoveel mogelijk die schouders in de grond. Zo min mogelijk die abs laten werken. Mocht je het niet redden met alleen de armen, dan mag je die abs laten werken. 10 seconden. Gaat nu. Duwen. 5. 8, 9, 10, spanning eraf. 1, 2, en go. Schouderbladen naar elkaar toe knijpen. En los. Verrust. Laatste keer. Echt knijpen, jongens, anders voel je hem niet. En 10. Even rust.
Nice. Kende ik nog niet. Daarvoor ben je hier toch? Leuke variaties doen. Ah, even weer rust, jongens. Zoals alle keren zeg ik het woord rust echt zo vaak, minstens. Echt heel vaak. Want rust is heel belangrijk. En zo is hydration. Voel meer in mijn buikspieren dan mijn rug. Ja, dat kan. Probeer zoveel mogelijk. Niet alleen die ellebogen erin te duwen, maar ook die rug, die schouderbladen naar elkaar toe knijpen. Mocht je nou niet super veel kracht hebben in die armen, dan nemen je buikspieren het langzaam over. Dus probeer dat zoveel mogelijk te beperken. Maar ja, als die rug een beetje aan het branden is, ze hebben niet zoveel energie, dan neemt die buikspieren het over. Dan moet je maar even voor lief nemen. Moet dat ook een beetje improviseren. Dus probeer het nog een keer. En lukt het nog niet, dan kom ik zo de laatste set bij terug. Ik hoop. Even kijken. Ik heb hem nu hier. Als ik hem nou op mijn hakken ga doen. Hier. Dan wordt hij wel zwaar. Dan wordt het echt een soort van reverse plank. Probeer dat eens. Ga ik dat ook doen. Ja, dus dan ben je niet meer op je kont, maar echt alleen op je hakken en op je ellebogen. Bij die tweede. Ga ik dat ook proberen. Ja, gaan we weer verder. Dus pak je of je elastiek erbij, ik pak even dumbbells er nu bij. En die dumbbells die maken alles net wat makkelijker. Voorover. En dan gaan we weer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Schouderbladen naar elkaar toe. 8. Laatste 2. 9. En 10. Rustig laten zakken. Maak er geen 9,5. Nou, komt ie. Ben benieuwd. Hak op de grond. En elleboog op de grond. De rest is van de grond af. Komt ie. 5, 10, rust, voor mij is die heel zwaar, komt ie weer, 5, 10, rust, laatste, 5, deze was echt, weet je wel, geen woorden, alleen maar geluiden, gewoon pff. Lekker. Ja, ik zie duimpjes komen. Oh. Lekker, hè? Ja, het is even spelen met die bodyweight oefeningen. Been is makkelijk, hè? Squats, push-ups is makkelijk, maar die rug is altijd even. Ik ga denk ik voor die gewone versie en neem die apps even voor lief. Ja, het is. Je kan hem wel meer voor je rug doen, maar dan wordt hij ook meteen echt een stuk zwaarder. Dus je kan ook een beetje spelen met op je voeten, maar niet te uitgestrekt, maar iets dichter naar je toe. Dus dan, dus je hem niet daar hebt, maar hier. En dan een beetje naar achter leunen. Daar kan je ook nog mee spelen. En anders doe je die gewone versie en neem je die apps even voor lief. Ik zie ook, gaat beter van de rug nu. Mooi. Hebben we toch een beetje uitgevogeld. Doe er nog eentje van. En dan gaan we weer verder. Ja. Even
Kijk, kijk waar is mijn spul. Weer de Resistance Band. Komt hij weer. Ja. 1. 2. 3. Schouderbladen elkaar toe. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laatste. 10. Vasthouden. Rustig naar beneden. Dan hou ik verder. 3 keer 10. Go. En rust. 1, 2, komt ie. Acht, 9, 10. Verrust. Ademen, laatste keer. Komt ie. 5, 7, 8, 9, 10. Lekker zwaar, jongens. Even de tijd checken. Iedereen er nog bij? Iedereen nog leef? Levend? Weer even een slokje doen. Lekker. We gaan naar het onderlichaam verder. Ja, we gaan een single leg Romanian deadlift doen. Die hoor je in je achterkant van je bovenbeenspieren. Hè? Hier de hamstring hoor je niet te voelen. Weet je nou niet zeker of je het voelt? Ik krijg wel eens de vraag. Ja, ik doe die Romanian deadlift, maar ik voel hem niet. Want ik kan lekker zo ver buigen. Nou, ik kan ook zo ver buigen. Maar als ik mijn bovenbeenspier aanspan. Zowel voor als achter. Niet op slot. Net niet op slot. Allebei. Ik doe een hip hinge naar achter. Bovenlichaam bij recht. Dan voel ik hem hier. Voel ik hem al. Omdat ik mijn benen onder spanning heb staan. Daar wil je voor gaan. Voor dat gevoel. Dus. Doe je dat op 1 been. Ik ga niet meteen zo. Want dan ga je dit allemaal zien. We willen zo min mogelijk hebben. Dus voordat ik op dat ene been ga staan. Of ik doe even mijn linker. Zet ik alles onder spanning, bovenbeen onder spanning, mijn bilspier onder spanning en mijn abs onder spanning. Dan pas haal ik dat gewicht vanaf en dan sta ik al een stuk stabieler. Ik hou die spanning erop, mijn been is net niet helemaal gebogen. En ik ga rustig naar beneden, zo min mogelijk bewegen. Ik ga rustig terug. Ja, en ik ga pas terug als ik die spanning voel achter op mijn been. Is dit te makkelijk? Ga je een beetje naar de zijkant. Ga je terug. En dan pas weer omhoog. Die balans is ook extra belangrijk. Daar wordt je coördinatie heel goed van. Die kleine spiertjes die je stabiel houden, die worden dan getraind. Dat is alleen maar goed voor je stabiliteit. Hoe vaak doen jullie dit live? Waar kan ik de tijd data vinden? Je kan het op de Personal Body Plan Instagram vinden. We hebben een mooie rooster staan. Dan zie je alle tijden wanneer we live gaan. We gaan elke dag live. Ja? Dus die single leg Romanian deadlift is de eerste. Doen we er 10 per been van. Of 8 tot 12. En daarna gaan we naar een single leg squat. Dus ik wil dat we niet naar voren gaan. We gaan juist naar achter. Als het lukt, gaan we vanaf hier. Oh, zoveel mogelijk hier naartoe. Omhoog. Hou iets vast als dat niet lukt. Op de muur. Of je gaat maar half. Maakt niet uit. Doe het op je eigen niveau. Kan je die hele pistol squat helemaal vrij. Alleen maar goed. Lukt dat niet. Dan kan je hem of. Kijk of je het kan zien. Mooi bankje. Voor degenen die het niet zien.
hele mooie bank voor mij. Ja, dan ga je gewoon hier één. Als je die bank aanraakt, weer omhoog, zelfde been. Enzovoort. Dus doe het weer op je eigen niveau. 10 links, 10 rechts. Voor allebei. Dit keer doen we even alle single leg Romanian deadlifts eerst. En dan pas gaan we naar de pistol squats of de single leg squats. Even rust en dan gaan we weer. Ja? Komt ie. Ik doe mijn slechte been eerst. Eerst links, dan rechts. Dan gaan we naar de pistol squats. Enzovoort. Komt ie. Blijf in balans. Alles aangespannen. Dan pas been van de grond. Naar voren. Rustig. Eventueel zijkant. Voren. Eén. Twee. Omhoog. Drie. Vier. Vijf. Zes. Probeer hem niet op de grond te zetten. Tenzij je echt alle kanten op zwemt. Zoals ik. Acht. Negen. Tien, ander been. Eén. Twee. Naar de zijkant. Drie. Vier. Weer even. Vijf. Bij mij wordt hij meteen moeilijker als ik hem naar de zijkant zet. Hier, boom. Zie ik? Zo. Teen wijst recht naar onderen. Tenzij je die airplane doet. Nog twee keer. Negen. Tien. Single leg squat. Eén. Twee. Drie. Vier. Op. Vijf. Lekker zwaar. Zes. Zeven. Acht. Negen. Tien, ander been. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. Laatste. Tien. Lekker. Hij zegt al bij mij. Die pistol squats waren echt heel zwaar. Dus je zegt mijn rug. Lekker bol. Is eigenlijk iets te zwaar. Dus ik zet hem halverwege de reps. Mijn gestrekte voet over de grond. Dus kortom, pas het even aan op je eigen niveau. 10 keer per been lukt dus even niet. Geen probleem, toch?
Lekker verder. Heel even rust, even een slokje en gaan meteen verder. Ja, komt-ie weer. Zegt de man eerst. Dus of je doet hem gewoon, of je doet 1, indraaien en terug. Ik doe hem even gewoon. Ja. 1. Beheerst. 2. Weer rustig. Hou je evenwicht. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Andere. 1. Oh, daar gaan we om. 2. 3. 4. 5. Hou even weg, beweeg langzaam. 7. Gezellig eigenlijk zo dichtbij komt steeds. 9. Laatste. 10. Nou, komt ie. Dus ik tik hem nu even op de grond aan. Dat ik net iets meer druk van mijn werkbeen af heb. Zijn we er nog? Volgens mij ging hij even weg. Komt ie. 1. Ja. 2. 3. Probeer je gewicht ongeveer naar je hakken te hebben. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zet hem allemaal in de geluiden die je maakt. Allebei. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hak aan de grond houden. 7. 8. 9. Laatste. En 10. En weer even rust. Voor mij is die lekker zwaar. Ik zie mijn techniek ook bij elke rep wat slechter gaan. Ja, gebeurt. Altijd tot om aan te werken, ook de trainers. Even ademen. Hoe is die voor de rest? Valt het mee? Is het zwaar? Ben ik een watje? Heeft dat hiermee te maken? Lekker die rust. Lekker gezellig. Heel even wachten en dan gaan we zo verder. De laatste. Anouk geeft een duim. Gelukkig maar. Vraag me altijd af, hè, als trainer aan deze kant. Is die duim omdat je nog net je scherm kan aantikken? Of is het wel, joh, prima. Nog meer duimpjes. Zelfde opmerking. Hey Dasha.
Gaat goed, laatste squatsen. Wel een uitdaging. Nou, dan ben jij niet de enige, zoals je ziet. Kijk. Prima, inderdaad. Prima. Ja, we hebben mee eens. Oké, laatste keer. Oké. Komt u. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. In evenwicht. Zeg ik vooral tegen mezelf. 7. 8. Let op dat gevoel, hè, in je hamstring. Hier. 9. 10. Andere kant. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laatste 2. 9. Laatste 10. Oké, ik ga die piste squats eccentrisch doen, dus ik ga langzaam naar beneden. En dan zet ik 2 voeten op de grond om omhoog te komen, want 1 is nu even te zwaar. Kan je dat wel gewoon doorgaan? En dan zie je lekker met mij mee. Ja? Komt ie. 1. Zelfde beenwerk. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laatste. 10. Andere been. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, 8. Laatste 2. 9. Laatste 10. Lekker. Lekker, lekker. Squats zijn een uitdaging, hè? Voor mij ook. Maar juist goed. Goed om de week te beginnen. We gaan even rusten en dan gaan we naar de laatste. Laatste superset. Even snel erheen. Mijn eerste vader wordt ook weer benen. Ik weet het, het is echt top, Sander. Dankjewel, Sander. Ik heb altijd spierpijn, Sander. Mag je ook klagen. Je mag ook klagen. Gezien de tijd doen we even 1 oefening. Met een bijzondere oefening. Deden we bij taekwondo altijd. Het is een abductor. Dus dat betekent je been van de middenlijn af. Normaal hebben we een heel mooi pulley system. Die ons enkel vasthouden voor de resistance. Dat hebben we niet. Tenminste, ik heb hem niet thuis. Nee, ik heb hem niet thuis. Dus wat we doen, is je houdt iets vast, muur, bank, weet ik veel. Je gaat een beetje naar de zijkant, zodat je geen pulley system nodig hebt om je voet die kant op te trekken. Maar de zwaartekracht doet hem naar beneden.
Hier. En dan gaan we achtjes maken. Kijken of we dat kunnen. Doen we even 20 seconden met ene been, 20 seconden met andere been. Gerust, en dat doen we dan een paar keer. Oh, ik heb lekker muziekje buiten. Zijn we weer. Ja, dus doen we hem zo even voor. Hier, je houdt dit vast. Achtjes maken. Hou het door even 20 seconden. Ja, hou iets vast. Zwakke been eerst. Naar achter leunen. Komt ie. Zo hoog mogelijk. Tien. Zeventien. Twintig. Doen we van deze kant, kan je het ook zien. Ja. Tien. Ah, voelt lekker hier. En 20. Nou, lekker. Voel je hem niet? Moet hij omhoog. Dat been moet omhoog. Zo ver mogelijk. Voel je hem wel? Top. Dus ik heb mijn achterste been heb ik zo recht mogelijk. Of mijn standbeen. Mijn hak wijst in de richting waar mijn been naartoe wijst. Dus mijn tenen gaan de andere kant op. Mijn hak wijst die kant op. En hou je been gestrekt. Hè. We zagen bij de sport altijd dat been in een knikkie. Nee. Helemaal recht. Nou, die voel je wel hoor. Alleen maar goed toch? Dan gaan we weer. Eerst één been, dan achterbeen, 20 seconden. Zo hoog mogelijk. Dat been recht. Mag ik hem de muur wel vasthouden? Ja, je mag absoluut de muur vasthouden. Zeker. Anders wordt het een beetje een evenwicht dingetje. Wil je daarvoor trainen, is het alleen maar goed. Zo niet, wil je het echt voor de versuring. Dan hou je lekker een stoel of een muur vast. Geen probleem, ik doe het ook. Ja? Gaan we weer. Muur vast. Mijn voet wijst die kant op. Mijn hak van mijn standbeen wijst ook die kant op. Alles is recht. Dit is recht. Leun niet naar voren, ik ga niet naar achter. Alles één lijn. Komt ie. 1. Oh, ik drift. 10. 15. 20. Andere been. Vijf. Tien. Vijftien. En 20. Lekker. Even de tijd in de gaten houden. 5 minuutjes nog, dus we doen er nog eentje. Lekker hè. Je hoort hem te voelen aan de zijkant van je heupen. Nogmaals, voel je hem niet. Laat het been omhoog, zo ver mogelijk. Voel je hem dan nog niet. Hou je lichaam zo recht mogelijk in plaats van dat je hem helpt. Het is een beetje aan hoe lenig je bent. Maar het liefst hou je lichaam lekker rechtop. Ik moet ook een beetje naar achter leunen, geen probleem. Als je maar niet te ver leunt. Ja? Zolang je me voelt, is het goed. Oké. Eén keer ademhalen, dan gaan we voor de laatste, ja? Been eerst.
komt ie. Alles recht. Tien. Zijn geen achtjes meer. Vijftien. En 20, andere been. 10. En 20. Lekker. Jongens, dat was hem. We hebben geen tijd meer voor de finisher. Die komt. We hebben nog twee keer deze week. Dus ik zet hem er echt wel in. Ik hoop dat die spieren lekker branden. Dat je ervan genoten hebt. Je mag ook klagen. Geen probleem. Hoe ging het voor iedereen? Voor mij waren ze op sommige momenten wel echt even pittig. Juist goed. Was lekker, bedankt. Geen probleem. Leuk dat je meedeed. Hoop dat je de aankomende training ook meedoet. Ik heb hem donderdag heb ik er nog één. En ik heb er zaterdag uit mijn hoofd nog één. Ook weer lekker training van maken. Kijk, heel veel mensen checken uit. Bedankt weer. Geen probleem, Annemiek. Jongens, de inschrijvingen van Personal Body Plan zijn weer open. Dus wil je aan je nieuwe abonnement beginnen, schrijf je dan in. Wil je mij als coach, zoek mij op, Sander Hendricks. Heb je vragen over training voor de Personal Body Plan members, zijn de consult met de trainers zoals ik en andere trainers die de live trainingen zijn, kan je gratis half uur consult aanvragen op personalbodyplan.live. Dus heb je vragen over training, exercise, loop je dingen bij dingen vast? Ook voor de Personal Body Plan coaches. Krijg je nou vaak een vraag waarvan je denkt, nee, ik weet het niet helemaal hoe dat zit? Mag je ook een consult bij ons inplannen? We helpen jullie graag. Dat helpt onze members alleen maar. Dus don't be shy. Stel vragen. Heb je vragen aan mij? Zoek mij even op Instagram. Stuur een berichtje op Instagram. Sander Hendricks. Een extra S aan het eind. Ik help jullie graag verder. En anders zie ik jullie bij de volgende training. See you guys. Thanks.